beauties, welkom terug op mijn kanaal. Mijn naam is Katja, ik hou van oogschaduw. En dit is weer een shoplog. Ik probeer dat elke maand te doen, soms elke twee maanden als ik echt heel weinig heb gekocht of weinig ook niet heb gekocht. Maar nu dus weer eentje van oktober. We hebben de vorige gehad, dat was augustus en september in één keer. En nu dus oktober. Heb ik dan heel veel gekocht? Nee, eigenlijk heb ik een hele goede maand gehad als het gaat om de low-buy. Want ik heb twee paletten gekocht. Ja, ik doe nou zo, dat slaat ook helemaal nergens op. Twee paletten heb ik gekocht. Dus laat ik daar dan mee beginnen. En wat ik dan in de rest van deze video doe, is jullie laten zien wat ik niet heb gekocht. Terwijl ik dat in andere omstandigheden, namelijk als ik geen low-buy met mezelf had afgesproken, wel zou hebben gekocht. Dus dat zijn niet alle paletten die ik ooit heb genoemd in de vorige make-up dates, maar wel de paletten waar ik serieus, bijvoorbeeld dat ik al iets in mijn winkelwagentje had gezet, of dat ik echt heel serieus heb overwogen om het te kopen en toch niet heb gedaan. Vooralsnog, want dat weet je ook nooit bij mij. Want soms kom ik er dan toch nog op terug op een later moment. Maar goed. En laat ik dan beginnen met de eerste. Ik ga wel ook een beetje aan de kant voor als ik plaatjes wil invoegen. Zo dan alvast. En de allereerste die ik heb gekocht is deze van Anastasia Beverly Hills. Dit is niet de allernieuwste Rose Metals. Maar juist eentje die ik al in diverse video's heb genoemd. En iedere keer tegen mezelf zei, nee ik ga het niet doen, ik ga het niet doen. En ook tegen jullie zei, maar ik heb het toch gedaan. Dit is er dus een waar ik op terug ben gekomen. Dit is namelijk de Primrose. Ik heb het toch gedaan, jongens. Ik kon er uiteindelijk toch geen weerstand aan bieden. En dat komt eigenlijk gek genoeg door dat nieuwe Rose Metals palet. Want ik dacht, ik vind die eigenlijk helemaal niet leuk. En dan vind ik eigenlijk deze gewoon veel leuker. Dus toen heb ik toch besloten om wel te doen. Ja. Nou, is dit dan een heel bijzonder palet? Nou, misschien niet hè, qua kleurverhaal, maar ik val er gewoon op. Ik vind het hele mooie kleuren en ik val op de formulering van Anastasia Beverly Hills. Ik vind dat echt een hele prettige formulering. De matten zijn rijk en niet te vast geperst en daar hou ik van. En de metallics en de shimmers zijn niet alleen rijk, dus goed gepigmenteerd en lekker cremig en zo, maar ze sprankelen ook heel erg mooi altijd, die van Anastasia Beverly Hills. Dus ik vind het een mooie en een prettige formulering. Dit is natuurlijk nieuw, dit zijn de twee gezichtspannen, zeg maar. Dus ik denk een rouge en een bronzer dat het moet voorstellen. Of hè, dat zou dan rouge bronzer zijn of rouge highlighter, dat weet ik eigenlijk niet eens. Ik ga ze namelijk ook niet zo gebruiken. Ik ga dit gewoon als oogschaduw gebruiken. Ik heb in een van mijn vele eerdere video's over dit palet, heb ik ook laten zien dat ik ze heb geswatcht. Dus ik voeg die swatches nog weer een keer in. Dit heb ik toen destijds in de winkel geswatcht. Dat was het moment dat ik ook in eerste instantie dacht, oh, misschien dat ik het dan toch niet ga doen. Dat zei ik ook, omdat het best wel een warm gekleurd palet is. En tegelijkertijd vond ik het wel nog steeds heel mooi natuurlijk. Maar ik heb er dus een aantal maanden mezelf van weerhouden om het te kopen. Maar ben dus toch voor het bel gegaan. Het komt overigens in een mooi doosje wat er hetzelfde uitziet als het paletje. Dus ook met zo'n reliefje erop. Dus dat is wel mooi gedaan. En verder is die eigenlijk best wel heel erg lang. Hij is langer dan gemiddeld. Die nieuwe formaten van haar, die hebben dan 2x6 oogschaduwpannetjes in plaats van 5. Dus zeg maar deze nog erbij qua breedte. Dan moet je deze even wegdenken. Dus dit is hun nieuwe formaat palet. Dus die Rose Metals is zo. En ook hun vorige Nouveau, die ik trouwens ook heb gekocht. Maar dat weet je al, zijn dus zo. Dus deze is wel echt breder dan die allernieuwste. En hij is wat smaller, minder hoog dus, dan hun eerdere paletten. Ik vind het zelf een heel mooi, elegant palet. Dus dit is de allereerste aankoop. Ja, ik ben er heel blij mee. Ik heb er tot nu toe één look mee gemaakt, want ik heb hem dus nog niet zo lang. En dit, ja, ik had geen lashes op, dus dat zie je ook wel. Maar de kleuren, je ziet ook, ze zijn heel rijk en echt wel goed gepigmenteerd. Ja, echt een heel mooi herfstpalet vind ik het zelf. En ik ga hier echt lekker mee spelen. Dan even meteen maar een uitstapje naar iets anders dan oogschaduw, namelijk parfum. Ik heb een leuke aankoop gedaan, vind ik zelf. Kijk nou jongens, ik heb hem gekocht. Kijken of ik hem goed open krijg. Je moet hem altijd zo openmaken. In het begin wist ik dan niet. Dit zijn van die blikken. En dan ging ik in het begin met een blik opener dit openmaken. Het was allemaal één grote ellende. Maar jongens, je kan het er zo afpakken. Kijk. Dit is Jean-Paul Gaultier La Belle Fleur Terrible. Prachtig, prachtig, prachtig. Ja, kijk ook naar mijn Jean-Paul Gaultier video die ik hier even link. Daar zit hij natuurlijk in. Met die prachtige marketingfoto ook. Of foto's, eigenlijk meerdere. En ja, moet je nou kijken, dit is helemaal geborduurd. Dat is natuurlijk fantastisch. Ik vind dat heel mooi met zo'n vogeltje en dan die bloemetjes en zo.
En ja, heel mooi flesje en ook een lekkere geur. Dus kijk naar mijn video over Jean Paul Gaultier, waar ik uitgebreid inga op alle geurnoten en welk seizoen die geschikt voor is en hoe die ruikt. Maar ik dacht, ik laat hem wel even zien in deze shoplog, want dit is natuurlijk, ja, ik vind het een heel erg mooi flesje ook. En ik vind hem dus ook echt oprecht lekker ruiken. Dus dit is een aankoop die ik heb gedaan in oktober. En hij was ook een beetje in de aanbieding. En ik dacht, ja, ik kan natuurlijk wel wachten op Black Friday, maar ik zie dat dit vrij snel aan het uitverkopen is. Hij is volgens mij deze zomer of dit voorjaar of zo uitgekomen. Dus echt een geur van dit jaar. Maar hij gaat als een tiet. En ik weet dus niet, dit is volgens mij een limited edition. Dus volgens mij komt hij dan ook niet meer terug. En deze wilde ik eigenlijk niet mislopen. Dus dit, ik heb toch gekocht. Ik ben er heel blij mee. Het is een schitterend mooi paletje. Flesje. Ook de achterkant. Ze heeft echt billen. Ja, ik vind het heel grappig. Het is echt het is heel mooi. Een mooi flesje. Ik kan er echt intens van genieten. En je kan hem dus ook nog zo op een voetstukje neerzetten. En je kan, als je hem wil beschermen voor daglicht, want je moet parfum nooit in fel of zeg maar gewoon daglicht zetten. Al helemaal niet in de zon, maar sowieso ook niet voor een raam of zo. Hoe mooi het er ook doorheen schijnt het licht. Maar dit, als je dit de hele dag doet, dan breekt het de parfum af. De geurmoleculen ook echt af. En dan verandert je parfum, dan gaat hij ook minder lekker ruiken. Ja, je moet hem dus eigenlijk of in een donkere ruimte bewaren. Maar wat je natuurlijk ook kan doen, is dit bewaren. En hem dan zo wegzetten. Zo kan ik hem natuurlijk wel, bij wijze van spreken, hier op de kast neerzetten in daglicht. Je moet wel met parfum ook zorgen dat het niet warm wordt. Dus nooit in de felle zon zetten. Niet op de verwarming zetten. Allemaal dat soort dingen. Niet in warme ruimtes. Liever in een koele ruimte. Koel, droog en donker. Dat is hoe je parfum bewaart. Maar schitterend mooi toch? Moet je kijken. Ja, prachtig. Prachtig. Echt een kunstwerkje. En het tweede palet dat ik heb gekocht in oktober is dit palet. Dit is het NARS Stargaze palet. Nou, dit hebben jullie al gezien op mijn kanaal. Want hier heb ik een aparte video van. Dus kijk eventjes daar. Want daar zie je mij hem uitgebreid reviewen. Ik vind het een heel erg mooi palet en ook de kwaliteit echt is precies wat ik ervan hoopte. En NARS is ook een heel goed merk. Ik had er alleen nog niks van. Dus ik was ook benieuwd naar de formulering. Nou, ik ben daar zeer tevreden over. Dus kijk ook naar mijn review van dit palet. Daar zie je ook swatches en daar vergelijk ik het ook met nog een paar andere paletten in mijn collectie. Paletten die jullie misschien ook hebben. Eentje van Pat McGrath en twee van Anastasia Beverly Hills. Dan zie je mij ook swatches vergelijken en kleuren vergelijken. Dus dan hoop ik dat je daar ook een goede review aan hebt. Ook als je zelf overweegt, zal ik het nou wel of niet doen. Dus dat is de NARS Stargaze. Komt ook in een doosje trouwens, maar dit is een beetje een saai doosje. Ja, van de Anastasia mooier. En dat waren de aankopen alweer, jongens. Ik vind dat ik het goed gedaan heb, maar twee paletten. Dus dan ga ik nu verder met waar ik toch serieus aan heb getwijfeld. Zal ik het doen of zal ik het niet doen? En van de meesten heb ik die itch gescratcht door het na te bouwen. En dan begin ik even met Teresa is Lethal. Dat palet heet zo. Van Lethal Cosmetics. Dat is dit palet. Ik heb je daarover verteld in een van mijn make-up dates. Dus die zal ik hierboven ook even linken. Dan zie je ook wat ik daar toen van dacht en vond. En ik zei daar toen ook van dat ik het eigenlijk wel een mooi palet vind. Lethal Cosmetics is een goede kwaliteit oogschaduw. En het zijn allemaal uitneembare pannetjes. Dus je hebt ook een toevoeging ook nog aan je singles collectie. Als je dit paletje zou kopen. Dus je hoeft het niet in deze kleurcombinatie te laten. Ik vond dat daardoor ook wel weer aantrekkelijk. Omdat ik zeker ook die bovenste rij heel aantrekkelijk vond. Want ik heb nog niet veel neutrale van Lethal Cosmetics. En nou ja, goed, ik ben altijd wel in ook voor een goede donkere aubergine paarse die erin zat. Die middelste vond ik mooi. Ja, ik vond het eigenlijk allemaal mooi. Dus ik dacht, ja, zal ik het nou doen? Zal ik het nou dit doen? Dat is best wel, ja, weer een aankoop. Dus die heb ik nagebouwd. En dat zie je hier. Natuurlijk nooit precies hetzelfde, jongens. Dat begrijpen jullie. Ik heb gekeken of ik al wat had van Lethal, wat er in de buurt kwam. En tot mijn verrassing was het eigenlijk minder dan ik dacht. Want ik heb uiteindelijk alleen deze van... Nee, deze twee. Deze twee heb ik van Lethal erin gedaan. Maar voor de rest zijn het allemaal andere merken. Dus ik had toch minder dan ik dacht wat erop leek. En deze is van Colourpop, die groene. Uit het Fade Into Hue palet. Die ronde hier zijn Glam Shop. Dit is Jeffree Star Cosmetics uit zijn Cremated palet. Deze twee bovenste hier zijn van Viseart. En deze is van Natasha Denona.
Dus van alles wat. Ik dacht dat ik ook wel die middelste, dat ik daar wel iets van zou hebben wat er meer op zou lijken dan ik blijkt te hebben. Want het is een beetje een oranje-roze duochroom in die Teresa is Lethal. En dit ziet er ook heel erg oranje-roze duochroom uit. Oeps, in het pannetje. Maar dat is hij eigenlijk niet. Hij is best wel toch paarser, gek genoeg. Dus ik heb hem wel in een look ook wel opgehad. Maar daar zie je ook hoe paars die eigenlijk is. Dus dat is eigenlijk best wel gek aan dit schaduwtje, die er zo oranje-roze uitziet. Maar er dan zo paars uitkomt. En dat was ik vergeten. Ik wist het eigenlijk wel. Maar toen ik hem opdeed, dacht ik, oh ja, dat wist ik ook eigenlijk wel. Maar ik was het vergeten toen ik hem uitzocht uit mijn pannetje. Dus misschien als ik beter zoek in mijn collectie, dat ik nog wel iets heb wat er beter op lijkt dan dat. Het is in ieder geval niet genoeg voor mij om dat hele palet echt te gaan aanschaffen. Ook omdat ook die paarse heb ik eigenlijk best wel gewoon wel. Een diepe paarse. Dit zijn andere schakeringen dan die van Lethal. Maar ik kan ook altijd kijken of ik die van Lethal dan toch nog een keertje als los singeltje kan krijgen. Als ze dat doen hoor, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Of ze die colapaletten ook als losse singles uitbrengen, misschien niet. Maar ja, en anders ja, weet je. Zo belangrijk is dat allemaal niet. Ik heb hier tot nu toe overigens twee looks meegemaakt. Dus die ene paars-grijzig heb je al gezien. Maar die andere is meer dat zeegroene spectrum. Daar heb ik bijvoorbeeld deze twee gebruikt. En ook die donkerpaarse en nog een paar andere. Ik geloof deze twee hier. Maar vooral dit benadrukt. Want ja, dat is natuurlijk, dat springt er ook uit in dit palet. En die andere heb je dus al gezien. Dus de itch is gescratched. Dit is mijn oplossing. Nabouwen die op. Dat heb ik ook gedaan met deze van Viseart. Le Marais. Viseart is echt mijn lievelingsmerk. Dus als Viseart met iets nieuws komt, dan moet ik altijd driedubbel extra mijn best doen om het niet te kopen. Want mijn neiging is om alles wat ze uitbrengen te kopen. Want dat vind ik dan gewoon leuk. Ik vind het leuk om iets te sparen. Hè. Sowieso vind ik het voor alle artikelen leuk om iets te sparen. Dus ook van Oogradio. Dus ik moet altijd heel erg kritisch kijken van, ga ik dit nou doen omdat ik het spaar? Of is het ook zinvol? Of, hè, voegt het echt wat toe? En dan niet eens aan mijn volledige collectie, maar aan mijn Viseart collectie. Dus ook daarbinnen wil ik dan toch nog streng zijn. En ik moet eerlijk toegeven dat dit palet, hoewel ik het ook weer een heel mooi herfstpalet vind, ik dacht volgens mij kan ik dat wel echt ook van Viseart oogschaduwen een beetje benaderen. Dus dat heb ik ook nagebouwd. En ik heb daar ook, om een beetje in de sfeer te blijven, een Viseart hoesje ook voor gepakt. Dus ik heb het in een Viseart hoesje gedaan, zodat het nog meer lijkt op een echt Viseart palet. Want alle Viseart pannetjes kun je er dus uithalen. Dit is het Mink Set Etendue hoesje. Dat is het herfstpalet van vorig jaar, dat is deze. Ook heel mooi, die heb ik dan wel gekocht. En dit is dus mijn nagebouwde variant geworden van Le Marais. Ja, ik vind het er echt wel op lijken. Heel veel van die vierkanten die je hier ziet, die komen trouwens ook bijna allemaal uit Etendue paletten. Ik geloof dat wel 3 of 4 ervan ook uit die Mink Set zijn, die van vorig jaar dus. Dus dat, ja, dat is ook wel te verwachten dat dat dan een beetje in datzelfde spectrum is. La Plage, Soleil La Plage Etendue zit er ook in. Dat is deze hele mooie, warme, oranje, gouden. Ook een heel mooie oogschaduw. En daar is deze ook uit. Dus dat is een ander Etendue palet. Die paarse, heel erg in het oog springend, maar ook dus in hun eigen ontwerp, is uit de Violet Etendue, ook van Viseart. En dan heb ik nog wat kleintjes erin zitten. Ja, die zijn natuurlijk te klein eigenlijk voor dit palet. Maar goed, het is allemaal magnetisch, dus het blijft natuurlijk gewoon zitten, hè? Dus dat is wel makkelijk. En die kleintjes komen dan ook uit diverse van de, nou ja, van de andere paletjes die ik van ze heb. Ja, ik vind eigenlijk zelf dat ik het heel goed heb weten te benaderen. En in ieder geval naar mijn eigen tevredenheid. En daar gaat het natuurlijk om. En ik heb ook deze nu 2 keer gebruikt. Dit is de eerste look die ik ermee heb gemaakt. En daar speelde deze kleine donkerpaarse hier de hoofdrol op het ooglid. En je ziet dat ik daar ook lashes bij heb gebruikt. Dat maakt natuurlijk altijd ook wel mee een verschil. Hè? Dan zie je dat ook een heel neutraal lookje toch een mooi oog geeft, zal ik maar zeggen. En de tweede look die ik ermee heb gemaakt is deze die ik vandaag draag. En daar ben ik ook heel blij mee, moet ik zeggen. Ik vind dit eigenlijk een heel neutraal palet, maar ik vind het verbazingwekkend hoe tevreden ik ben met de looks die het geeft. En dat is waarom Viseart mijn favoriete merk is. Want als je er zo naar kijkt, denk je, maar of zo, hè? Niks bijzonders. Maar het doet iets op de ogen. Er is iets in die kwaliteit van die oogschaduwen die zichzelf bijna blenden en die heel mooi op je huid pakken. Ja, het connect gewoon heel goed met mij of met mijn huidchemie. Of in ieder geval, het doet iets. Ze staan ook echt heel goed bekend. Zeker voor hun matte oogschaduwen. Die echt wel als de beste van de business worden gezien.
En de shimmers zijn misschien niet de beste van de business, omdat er misschien andere die ook even goed zijn of zo. Maar ze zijn wel ja, echt professionele kwaliteit. Dus dat betekent, ja, wat ik al zeg, ik heb natuurlijk oudere oogleden met allerlei rimpels en zo. Maar het gaat daar nooit in klonteren of dat je denkt van, nou, het benadrukt je rimpels. Dus het doet iets, ja, ik wil niet zeggen gladmakends, maar het doet iets magisch. In ieder geval op mijn ogen, waardoor ik zelfs met zo'n neutraal paletje toch wel mooie looks weet te genereren. In ieder geval looks die ik zelf, waar ik mezelf prettig bij voel. En daar gaat het natuurlijk om. En ik zal ook nog even intussen de close-ups dan invoegen van deze look, dat je die ook iets dichterbij ziet. En ook hier heb ik natuurlijk lesjes op, zoals jullie ook zien. Maar ik vind het dus een heel mooi kleurverhaal, maar tegelijkertijd heb ik het dus eigenlijk een soort van. En er zullen verschillen zijn, want die paarse hier, die is in dat echte Le Marais palet volgens mij een iets andere toon en ook wat dieper, denk ik. En misschien iets meer rood nog erdoorheen of zo. Het is een soort mengkleur. En misschien sprankelt het ook wel wat meer. Je ziet de swatches ook inmiddels en daar zie je dat het ook inderdaad allemaal rijke kleuren zijn en dat de shimmers ook best wel goed glanzen, zeg maar. Dus ik denk dus dat deze twee misschien iets dieper nog zijn, ietsjes warmere ondertoon nog hebben dan deze twee. Maar volgens mij zijn dat echt subtiele verschillen, nuanceverschillen. Deze paarse is bij mij misschien iets feller dan dat die bij hun is, iets gedempter, denk ik. Waardoor het nog herfstiger wordt, de echte dan. Maar weet je, dit is natuurlijk perfect verder voor mij, omdat als ik het zo heb, is dat natuurlijk prima. En ik ben hier heel tevreden mee. En ik heb dus al twee hele mooie looks weten te genereren, vind ik zelf. Die ook nog best wel heel veel verschillen van elkaar. Veel meer dan ik had gedacht dat zou kunnen met zo'n best wel simpel kleurverhaal. Dus vooralsnog heb ik deze itch ook wel gescratched. Ik vond dit ook makkelijker na te bouwen dan hun eerdere uitgave, de Cashmere Étendue. Dat is deze en die heb ik ook nagebouwd. Dat zet ik er even onder. En over dat nabouwen heb ik trouwens ook een aparte video. Die kan je ook, die zal ik hierboven dan nog weer even linken. Maar daar heb ik toch wel meer over na moeten denken voordat ik dat naar tevredenheid heb weten te pakken. Je ziet ook dat ik het niet helemaal letterlijk heb genomen. Dat de mijne iets koeler is, bewust ook. En daar heb ik langer over na moeten denken voordat ik tevreden was. Terwijl deze had ik eigenlijk zo, hup, kon ik bijna zo pakken. Dus het is ook een soort uitgesprokene of zo. En deze vind ik, die pak ik ook denk ik meer naar dan die Cashmere. Terwijl ik die Cashmere ook heel graag wilde hebben toen die net uit was. Dacht ik, oh, die wil ik hebben. Maar nu denk ik eigenlijk dat dit mij meer aanspreekt. En ik heb nu alle schaduwen gebruikt uit mijn eigen paletje. Zelfs die paarse, dat zou je misschien niet zeggen. Maar ik heb deze paarse vandaag op. Namelijk om een stukje hier onder mijn ooglid. En het valt misschien niet super op van wow of zo. Maar het geeft wel net iets meer diepte en net iets meer. En dat vind ik dus mooi aan die visieartschaduw. Je denkt van wat een felle kleur is dit. Maar moet je kijken hoe subtiel ik hem kan gebruiken. En ja, dat is wel visieart hoor jongens. Ik ben echt wel fan. Nog zo'n itch die ik echt flink heb moeten scratchen. Want ik vond die verleiding ook heel erg groot. Is voor deze van Beauty Bay huismerk. By Beauty Bay heet dat huismerk. Dit is hun Dark Fantasy Limited Edition palet. En dit kleurverhaal sprak mij heel erg aan. En wat ik ook zag was in de beelden die zeg maar iemand anders dan had gepost. Dat ook de shimmers heel erg sprankelden. En dat het hele mooie rijke kleuren zijn. En ze zijn overwegend koel en of donker. En dat past gewoon ook nog wel weer heel goed bij mij. En ik vind het ook nog mooi. Dus dat vond ik denk, oh die wil ik gewoon hebben. Ik wil het paletje gewoon hebben. Tegelijkertijd dacht ik, maar ik wil eigenlijk niet te veel kopen. Low buy. En hoewel Beauty Bay een goed en betaalbaar merk is, is het niet een van de big five, zal ik maar zeggen, die ik echt volg. Zoals Anastasia Beverly Hills, Viseart, Natasha Denona, dat soort merken. Ik heb wel wat hoor van Beauty Bay, maar niet zoveel. Eentje eigenlijk maar. Dus ook hier dacht ik van, ja, ik moet het gewoon weer nabouwen, want anders ga ik het toch kopen. Dus ik heb het nagebouwd. Veel nabouwpaletjes jongens in deze video, maar dan heb je misschien ook een idee van hoe je dat hoe dat dan werkt. Ook hier vind ik het weer aardig goed gelukt. Dit is zo op het oog denk ik aardig wat overeenkomt met hoe het in het palet eruit ziet. Ik heb hier ook echt swatches van gemaakt voor jullie. Dus ik zal dat even invoegen, die beelden. En dan zie je aan de linkerkant zie je de swatches van het echte palet. En daarnaast zie je mijn swatches. Nou moet ik erbij zeggen dat die swatches aan de linkerkant volgens mij ernstig bewerkt zijn.
Dus donkerder gemaakt, warmer gemaakt of gewoon een hele slechte belichting, dat kan ook nog. Ik heb mijn foto daarom ook even iets bewerkt, dus dat zet ik er dan nu ook even in. Dan zie je ook wat verschil nu met wat ik eerst had. Maar wat ik eerst had is dus echter, hè? Dus dat is echt ja, daglichtlamp erop en zo, dat is natuurlijk benaderd de werkelijkheid meer. Wat ik ook nog heb zijn bewegende beelden, dus die zet ik er dan nu ook nog wel weer even in. Dan zie je hoe mooi het allemaal sprankelt. Dus volgens mij heb ik dit ook weer goed nagebouwd. Verder, als je op die swatches die ik je net liet zien van het echte palet kijkt, dan lijkt de paarse die ik heb gekozen veel te licht. Maar dat is dus die foto waarvan ik dus denk dat die ernstig bewerkt is. Want als ik deze swatches erin zet, en dat is niet het hele palet geswatcht, maar een paar. Maar daar zie je dat de middelste, dus zeg maar de vijfde van onderen, die paarse, die is wel degelijk een beetje als deze paarse. En dat zijn de officiële swatches. Dus daar heb ik ook naar gekeken. Dat het moet bij verschillende belichtingen en met en zonder filter en zo. Dus ik denk dat deze meer in de buurt komt van de echte paarse. Dus verder denk ik dat ik dit dus weer heel goed heb weten te benaderen. Voor mezelf in ieder geval goed genoeg. Ik heb er inmiddels 3 looks meegemaakt met en zonder lesjes. Dat wissel ik altijd een beetje af. En met die 3 looks heb ik bijna alle kleuren in het palet weten te gebruiken. Er zijn altijd wel, als je maar 3 looks maakt, zijn er altijd wel kleurtjes waar je nog niet aan toe bent gekomen. Maar hoe langer ik zo'n palet gebruik, hoe meer kleuren ik ook zal gebruiken. En dan ga je ook steeds nieuwe combinaties maken. Maar ik probeer altijd de eerste 2-3 looks zo ver mogelijk te komen in dat ik ze allemaal een keertje gebruik. In ieder geval zoveel mogelijk. Dus dat is met deze 3 looks in ieder geval ben ik een heel eind gekomen. Daardoor heb ik een goede feeling gekregen bij dit kleurverhaal. Ik vind het nog inderdaad een heel mooi kleurverhaal. En dat heb ik vaker met die Beauty Bay paletten. Ik heb er tot nu toe met deze erbij, heb ik er 3 nagebouwd. Namelijk de Wilderness palet. Daar heb ik geloof ik wel 9 of 10 looks uiteindelijk voor mezelf meegemaakt. Daar heb ik ook heel veel mee gespeeld nog, dat ik hem steeds kleiner maakte. Uiteindelijk eindigde ik met een 9-pans palet. Die voor mij echt de kern pakte van wat ik het meeste gebruikte blijkbaar. En tussentijds heb ik nog gerommeld ook met kleuren wisselen en zo. Dus heb ik eigenlijk heel veel met plezier gedaan. Ik merkte dus dat kleurverhaal van die Wilderness. Terwijl ik eerst dacht van nou ik weet niet, het is wel een heel wild palet letterlijk. Maar daar heb ik zoveel plezier van gehad. Dus dat die mensen daar bij Beauty Bay die kleurverhalen ontwerpen, die zijn wel echt getalenteerd. Of misschien is dat wel 1 persoon, dat weet ik eigenlijk niet. De tweede die ik heb nagemaakt, dat was hun New Mood palet. Dat zie je hier ook in beeld, beide. Je ziet dat mijn opmaak, zeg maar, is ietsjes anders. Ik heb ze even in rijen van 6 gedaan en dan 3 rijen van 6 in plaats van 4 rijen van 5. En ik heb daardoor ook 2 schaduwen minder erin gedaan, dus 18 in plaats van 20. Maar het gaat even om de hoofdlijnen van dit kleurverhaal. Dit vond ik op zich ook een heel mooi palet, maar ik merkte bij het gebruik ervan dat die mij minder inspireerde. En daar heb ik uiteindelijk ook maar 2 looks mee gemaakt en toen was ik het alweer helemaal zat. Dus die vond ik wel heel mooi uitzien, ook aanlokkelijk om te kopen, maar blij dat ik hem heb nagemaakt, want die inspireerde dus minder. Ja, en dan is dit dus nu de 3e en die gaat mij denk ik ook wel weer flink inspireren, net zoals de Wilderness. Dus ja, er is wel iets, ik zeg al, dat is toch 2 uit 3 een score dat ik het kleurverhaal bijzonder boeiend vind. Ik maak niet alle limited editions na, dus er zijn er ook een hoop die ik laat gaan. Dus dat is misschien een andere ontwerper. Zou mij niks verbazen dat een andere kleurdesigner is en dat ik die paletten steeds laat gaan. Dat gok ik dan, hè. Maar tot nu toe dus de wat wildere, die maak ik in ieder geval allemaal na. En dan kijk ik even of ik ze leuk vind. Dus dat is deze geworden. Heel blij mee. Als je overigens meer details wil, dus als je echt wil weten welke merken heb je dan gebruikt, of hoe zitten al die schaduwtjes precies in elkaar, of laat eens wat meer zien of zo, volg me dan ook op Instagram. Ik zeg dat eigenlijk heel weinig, maar ik heb een Instagram account. Dat account heet Makeup with Katja, dus niet Makeup met Katja, omdat ik het Instagram account in het Engels doe, zodat ik ook een beetje kan communiceren met de mensen daar. Dus daarom heet het ook Makeup with Katja, maar dat ben ik gewoon. En daar zie je veel meer details en ook veel meer dan dat ik je op YouTube laat zien. Van nog veel meer spulletjes en paletjes en oogschaduwtjes en lookjes. Dus volg mij daar jongens. Dan die ik ook niet heb gekocht, waarvan ik zelfs zei, die ga ik ook niet kopen. Want ik heb al de Soft Glam van Anastasia Beverly Hills en die lijkt erop. Dat is deze van Huda Beauty, die nieuwe. Maar toen zag ik swatches, live swatches, zowel foto's zoals deze, als ook wel bewegende beelden op YouTube. Dat je ook echt
zag, denk ik, oh, maar dat is een mooi palet. Heel rijke, diepe, sprankelende metallics en ook hele diepe matten en zo. Mooie kleuren. Dus ik dacht, oh, ik vind hem eigenlijk toch mooi. Dus dat vond ik weer opnieuw heel verleidelijk. Ik denk, zal ik het dan toch gaan kopen? Ik denk, wat moet ik nou doen? Of ja, daar staat ook helemaal nergens op. Maar wat zal ik doen, dacht ik bij mezelf. Dus dacht ik, nou, ik ga eens even kijken of iemand het niet al heeft vergeleken misschien met een ander palet. Dus ik ben eens even gaan kijken op YouTube of ik niet iemand kon vinden die vergelijkingsswatches heeft gemaakt. En dat heb ik gevonden. Ik heb iemand gevonden die heeft het inderdaad naast Soft Glam geswatcht. Dus ik zal het even hiernaast zetten. Een beetje zo. Daar zie je op die onderste rij het Soft Glam palet in zijn volledigheid geswatcht. Dus 14 kleuren. En daarboven, want Empowered heeft natuurlijk meer kleuren. Die heeft 18 kleuren. Daarboven zie je dus de kleuren waar ze het dan mee heeft vergeleken uit het Huda Empowered palet. Dus daar zie je inderdaad dat ik dat wel goed heb ingeschat dat dat behoorlijk overeenkomt. En verder heeft diegene het met nog een palet vergeleken. Namelijk met deze. En moet je kijken hoe die daarmee matcht. En dat is van Colourpop Bare Necessities. En laat ik die nou ook hebben. Kijk, dat is dit palet. En dat is op het oog natuurlijk zo op het eerste gezicht een stuk minder aanlokkelijk dan dat van Huda. Dat van Huda ziet er natuurlijk chiquer uit. En de kleuren zien er misschien ook voller en rijker uit als je zo gewoon naar de pannetjes kijkt. Maar als je naar de swatches kijkt, dan zie je dus hoeveel het erop lijkt. Dan mis je natuurlijk wel een paar dingen. Je ziet bijvoorbeeld een beetje aan die rechterkant, die zesde van rechts van Huda boven, dat hele felle goudsprankel. Ja, dat zit hier niet in. En die je hier ook mist, is die vierde van links bij Huda, de swatches. Dat is die hele diepe paarse en die zit hier ook niet in. Maar dan mis ik dus eigenlijk maar twee kleuren echt. En die kan ik echt nog wel ergens anders vandaan toveren. Of van een ander Colourpop paletje of anders gewoon van een van mijn andere singeltjes. Daar heb ik dan wel vertrouwen in dat ik dat zo ergens op kan diepen. Dus toen ik deze zag, dacht ik, ja, maar ik moet het gewoon echt niet doen. Ik heb verdorie allebei de paletten, zowel de Soft Glam als de Bare Necessities, die er allebei heel erg op lijken. Misschien dat ik hier en daar een aanvullingje moet doen, maar dat is natuurlijk geen 70 euro waard. Hè? Want zo'n palet van Huda kost iets van 768 euro. En ik heb het eigenlijk al twee keer in huis. Dus dat heeft mij er ook van weerhouden om het toch niet te kopen. Maar het was een close call, jongens. Verder werd volgens mij via Instagram mijn aandacht getrokken door dit paletje Aubergine Dream van Estée Lauder. Ik weet niet eens of dit nou echt super spiksplinter nieuw is. Dus misschien is dit weer een nieuwe herfstuitgave. Dat begin ik eigenlijk te vermoeden, omdat het ook op Instagram zijn het meestal de allernieuwste paletten die ze dan zo aan je aanbieden, zal ik maar zeggen, hè, om naar te kijken. Dus ik denk wel dat dit een nieuwe collectie is. Maar voor hetzelfde geld is dit bestaande collectie en halen ze met de herfst gewoon weer even naar voren. Dat zou ook nog kunnen. Maar hoe dan ook, ik dacht ineens, wat een mooi paletje. En ik dacht, ik ken Estée Lauder wel van naam, maar nog niet van de oogschaduw. Zal ik dat dan eens kopen? Want ja, zo gaat dat dan bij mij. Dan wil ik het uitproberen. Dus ik dacht, nou, Estée Lauder, het is een merk wat volgens mij gewoon bij de Issy Paris of de Douglas of allebei of zo gewoon wel zou moeten liggen. Dus ik ben inderdaad naar... Ik dacht dat het de Issy Paris was, ben ik gegaan. En daar heb ik het weer even in de winkel geswatcht. Dat doe ik wel vaker. Nou, in de winkel hadden ze alle vier de paletjes die bij die collectie horen. Dus dat zie je dan hier, die kwartjes. En daar zie je dat Aubergine Dream is die rechtsboven. Nou is er bij de Issy Paris altijd wel een beetje gelige belichting. Dus dat verkleurt altijd een beetje de kleuren in de schaduwtjes. Dus hij lijkt in mijn optiek op de foto hier iets roder dan die in werkelijkheid is. Eigenlijk gek dat ze dat zo doen, hè. En hier zie je dan ook mijn swatches. En daar zie je al meteen, je ziet er eigenlijk maar drie. En alleen als je heel goed kijkt, vier. Namelijk helemaal links zit de vierde op mijn hand. Dus die valt sowieso op mijn huid al bijna weg. Dus daar beginnen we alweer mee. Dus op mijn huidkleur heb ik eigenlijk maar drie oogschaduwen als ik die Aubergine Dream zou kopen. Dat kan bij jou natuurlijk anders zijn. Als je een lichtere huid hebt of ook als je een donkerdere huid hebt, kan dit weer heel anders uitpakken natuurlijk. Maar bij mij valt die dus weg. Nou, verder valt op die tweede van links. Die is eigenlijk de eyecatcher, de showstopper. Daar wordt je oog als eerste naartoe getrokken, want die sprankelt ook heel mooi. Dat is de betoverende schaduw die je naar binnen lokt. Maar als je die even negeert en ernaast kijkt, dan heb je dus één matte over in een beetje een kastanje donkerbruin spectrum.
En die andere is een beetje ook een rosé, goud, zalmachtige shimmer. Een gewone shimmer eigenlijk. Ik heb ze vervolgens ook buiten bij daglicht nog even gefilmd. Zodat je weer even de kleuren iets beter ziet. Hier zie je op die zilverige ook dat er een beetje een lavendelige boventoon op zit. Hè? Dus hij heeft een beetje een paarse gloedje. Dat maakt hem wel heel erg mooi. Tegelijkertijd dacht ik, ja, maar dat is best wel in dit seizoen. Natasha Denona begon er al mee met haar Circo Loco palet. Daar zit er eentje in. Maar ik heb er ook diverse van Viseart en volgens mij nog eentje van Glam Shop. En het zou me niks verbazen als Anastasia er ook ergens een in de paletten heeft slingeren. Dus dit is op zich een prachtige kleur, maar niet uniek. En je ziet, dan blijft dus over die rosé gouden of zalmachtige. Die is wel mooi hoor, maar die is net ook niet heel uniek. Daar hebben we ook allemaal met z'n allen al 13 in een dozijn van. En dat geldt ook voor die donkerrood-bruine. En je ziet ook bij daglicht, die helemaal links op mijn hand, nauwelijks. Dus ik heb mezelf er weer van overtuigd door het te swatchen in de winkel om het niet te doen. Terwijl ik er bijna voor gevallen was. Ik had al bijna hem in mijn winkelwagentje zitten en dacht, oh mooi. Maar zo zie je maar jongens, je moet even, als je de kans krijgt, je moet iets doen om jezelf even tegen te houden. En bij mij helpt dan dit soort dingen ook wel. Gewoon het, als je de kans krijgt, het echte paletje ook gewoon swatchen. Ik doe dat tegenwoordig ook gewoon in de winkel. En dan film ik het ook nog in de winkel. Die ik ook heel aanlokkelijk vond, was deze kleine Glam To Go van Anastasia Beverly Hills. Ik vind hem nog steeds heel verleidelijk. Ik denk alleen dat hij een soort van geïnspireerd is door al bestaande paletten. En ik pak dan maar even de Primrose weer erbij. Want die heb ik hier nou toch liggen, maar... En zo kan ik er denk ik nog wel een paar pakken. Maar als ik dan hier naar de lichtste kleuren van de Primrose kijk. Hè, dus bijvoorbeeld dit setje hier. En dan misschien deze of zo nog. Dit zo. Of dit hoekje zo met dit. Dan kom ik ook wel een heel eind in de buurt. En dit is nog maar één palet. Ik denk als ik een paar van die Anastasia's pak. Dat ik er dus al een soort van ben qua kleur. Het nadeel is alleen. Deze pannetjes kun je er niet uitwippen. Dus dan zou ik die paletten, als ik het precies hetzelfde wil hebben, zou ik het echt even bij elkaar moeten sprokkelen. Ik denk dat ik het ook echt wel met andere merken, singles en zo, ook Viseart, zou kunnen namaken. Dus dat is ook weer een argument. Wat ik er toch aanlokkelijk vind, is één, de formulering. De echte Anastasia-formulering vind ik een van de heerlijkste om mee te werken. En twee, hij is heel handzaam. Het is natuurlijk zo'n klein paletje, hè? 8 schaduwtjes, zo'n minietje. Ze heeft al eens eerder zo'n mini uitgebracht. Dat was de mini... De Mini Glam heette die, geloof ik. En deze niet heet Glam To Go. Maar dit is volgens mij de Mini Glam. Dacht ik dat die zo heette. En dat was een Mini Soft... Of een Mini Soft... Nee, de Soft Glam 2. Zo heette die. Soft Glam 2. En dat is een Mini Soft Glam. En daar zaten geloof ik 2 nieuwe kleurtjes in. En de rest waren eigenlijk herhalingen van het Soft Glam palet. Dat vond ik toen ook heel aantrekkelijk. Omdat ik de kleurcuratie van deze... Precies juist die donkere vond ik een hele mooie curatie, vind ik nog steeds. Dus ook die vind ik nog steeds heel aantrekkelijk, terwijl ik Soft Glam heb, hè. Dus ik heb het me tot nu toe ervan weerhouden om het te kopen. Maar ik vind dat dus, ik vind die kleinere paletjes dus heel, heel verleidelijk. Dus vandaar dat ik ook die Glam To Go heel verleidelijk vind. Dus ja, ik heb ze al in ieder geval, denk ik, ongeveer in deze en andere paletten. Van deze en andere merken ook. En toch blijft hij als kant-en-klaar reispaletje mij wel heel erg aanspreken. Misschien zet ik hem zelfs wel even op mijn kerstverlanglijstje. Dan laat ik het even aan de kerstman over of die wel of niet mij gaat verblijden met dit paletje. Maar ja, ik vind hem dus ik vind hem gewoon mooi en aanlokkelijk. Maar ik heb hem dus niet gekocht in oktober. Ja, en dan last but not least, ik heb er nog eentje ook nagebouwd. En dat is die van Pat McGrath, haar nieuwste Celestial Nirvana feestdagenpalet. Kerst 22 is die voor bedoeld. En die vond ik ook weer hyper verleidelijk, zal ik je zeggen. Dus ik kon niet anders dan hem ook nabouwen. Ik heb hem al heel even laten zien in, ik geloof zelfs die make-up date. Of een van de make-up dates, dat ik deze eventjes zo even voorbij heb laten schieten. Maar hier dan even wat meer in detail. Je ziet hem nu ook naast de originele, zeg maar. En ik vind het zelf ook wel weer behoorlijk goed gelukt. Ik heb hier ook wel weer veel aandacht aan besteed om ook met swatches, want hè, soms zien de kleuren er in een pannetje toch anders uit dan in het pannetje van het originele. Maar als je dan de swatches vergelijkt met je eigen swatches, dan blijkt je het toch wel heel dicht te benaderen. Dus voor mij zijn de swatches uiteindelijk het belangrijkste, want het gaat er natuurlijk om wat doet hij op de ogen en wat voor lookjes kun je er dan dus mee maken. En ik heb dat gedaan aan de hand van deze swatches van iemand die ik gevonden heb.
En ook bij deze swatches valt weer op hoeveel neutrale shimmers ze eigenlijk erin heeft zitten. Want er was iets met dit kleurverhaal van ik dacht, ja, vind ik het nou mooi of niet? Eigenlijk dacht ik in eerste instantie, ja, hebben. Hebben jullie ook gezien in mijn make-up date dat ik dacht, nou, ik ga dit natuurlijk kopen. En dat komt door die bonte kleuren die erin zitten, want dat vind ik mooi. En we zijn het ook niet gewend van Pat McGrath. Maar als ik nu ik er een tijdje ook mee heb gewerkt, een paar looks mee heb gemaakt en het ook heb moeten namaken. Wat namaken doet met je, is dat je moet echt nadenken over wat gebeurt hier in het kleurverhaal. Wat is dit voor type kleur en wat doet dat ten opzichte van andere kleuren? Hè? Als je twijfelt tussen schakeringen of zo, dan kijk je even van, is die bijvoorbeeld bruiner of oranjeder of rozer dan een naastliggende kleur? Hè? Zo bepaal je eigenlijk welke kleur het beste past uit je eigen collectie. En wat mij toen opviel was, ja, wat zij hier heeft gedaan, is die bonten, die zijn allemaal mat. En de neutralen zijn allemaal shimmer, of bijna allemaal. En dat is op zich apart, want vaak is dat andersom. Een paar neutrale matten en dat je dan je uit kan leven met bonte shimmers. Dus dat heeft ze nu omgekeerd, maar dat maakt het ook een beetje vreemd. Want dat betekent als je dus een standaard opbouw doet van je look, dus dat betekent de matten in je oogkas en in de buitenkant zo van je ooghoeken en vaak ook nog onder je ogen een stuk, dat allemaal mat is. Dat betekent dus met dit palet dat daar dan dus de kleur gaat zitten. En dat je op je oog, op je ooglid, dan meer de neutralere te zien krijgt. Er zijn wel wat kleuren, hè? Dus deze is natuurlijk echt wel blauw. Dus dat is wel een echte kleur. En een behoorlijk diepe koper. Maar ja, koper vind ik eigenlijk alweer neutraal. Dus ik vond dat wel apart, zal ik je zeggen. Dus ik moest even eraan wennen ook toen ik lookjes ging maken. Tot nu toe heb ik er 3 looks mee gemaakt. En heb ik me echt gehouden aan die 3 kleurbanen waarvan zij zelf heeft aangegeven dat ze ook, als je je al overweldigd zou voelen hierdoor en niet weet waar je moet beginnen, dat je dit dan als 3 zespans paletten mag zien. Een rooige, een koelere, dus eigenlijk warm, koel en neutraal. Zo heeft ze opgebouwd, zegt ze zelf. En daar heb ik me aan gehouden bij de eerste 3 looks die ik er tot nu toe dan mee heb gemaakt. En met die neutrale zie je ook dat ik hem behoorlijk neutraal heb gehouden. Ik had natuurlijk dat groene ook hier kunnen doen hoor. Dat je meer een soort groene buitenkant krijgt met dan een bruine ooglid. Maar dat vond ik toch uiteindelijk een wat al te wilde combinatie om mee te beginnen. Dus ik heb nu voor gekozen om de neutrale echt aan de bovenkant te houden en dan onder met dat groen te gaan werken. Dus dat kan. Het is best een mooi lookje geworden, moet ik zeggen hoor. Ik heb hem met plezier gedragen. De tweede was dan aan de rode kant van het spectrum. Dus koperrood. Eigenlijk daar zie je ook dat ik dat die 2 rode, zeg maar, ook inderdaad dan aan de buitenkant en de oogkas heb gedaan. En dan het koper eigenlijk echt op het ooglid heb gedaan. En daar heb ik alle 6 de kleuren gebruikt. Maar waar ik toen hier op mispakte, was toch nog een wat verdiependere kleur, dus daar heb ik uiteindelijk ook die donkerbruine wel bij gebruikt. Om vooral hier aan de buitenkant een beetje zo'n lijntje te zetten en ook een beetje onder nog. Anders wordt het wel heel erg rood allemaal. Maar goed, het kan wel. En tot slot de 3e. Dat is overigens met lashes, daar zie je ook weer het verschil. Hè? Maar goed, daar heb ik ook alle 6 de kleurtjes gebruikt. En ja, ik moet zeggen, paars en blauw en ik, dat matcht wel met elkaar. Dus daar kom ik altijd wel uit. Daar kan ik altijd wel een leuk lookje mee verzinnen. Dus dit vind ik eigenlijk het makkelijkste voor mij om een leuk lookje mee te verzinnen. Dus dit is dan 3 lookjes met puur die kleurbaantjes. Natuurlijk kan je nu ook door elkaar heen gaan springen en het palet helemaal door elkaar heen gaan gebruiken. Heeft het nou iets in mij losgemaakt van ik voel me mega geïnspireerd? Ja en nee. Ik wil er wel wat langer mee blijven spelen. Maar het heeft niet een heel diep verlangen naar per se het originele palet in mij aangewakkerd. Om daar nou weer €80 voor te gaan uitgeven. Of meer geloof ik nog inmiddels. Terwijl ik dit eigenlijk de kleuren heel, heel goed vind benaderen. Het zijn eigenlijk allemaal ook goede oogschaduwen die ik hierin heb zitten. Goede merken. Natasha Denona, Vizyard, Glam Shop, Lethal Cosmetics en zelfs ook hier een Cliona. Dus daar hoef ik het dan eigenlijk ook niet voor te doen. Dus ik denk er even verder over na door dit palet te gebruiken. Ja, tot zover dan weer deze shoplog van oktober. Ik vind dat ik het er goed van af heb gebracht qua low-buy. De low-buy geldt alleen voor de oogschaduw en daar heb ik er goed me aan gehouden deze maand, want ik heb maar 2 paletten gekocht, dus ik vind dat ik dat goed gedaan heb. November zal moeilijker zijn, daar ga ik dat niet halen denk ik met maar 2 paletten, omdat we dan Black Friday hebben, dus ja. We gaan het weer meemaken hoe ik het daarvan afbreng. Ik ga sowieso, denk ik, ergens in de loop van de maand november een Black Friday tip video nog maken voor jullie.
tips met waar je, in ieder geval voor zover ik weet, goede kortingen kan krijgen. Met natuurlijk in je achterhoofd, het allerbeste is om natuurlijk niks te kopen als je op je budget moet letten. Dan kan je beter je computer uitlaten, eigenlijk al vanaf half november, want de kortingen beginnen steeds vroeger, heb ik gemerkt. Dus als je daardoor in de verleiding komt, terwijl dat niet goed uitkomt, dan kan je beter je computer dus niet aandoen. Je zeg je nieuwsbrieven op, dat is dan ook vast een budgettip. Want die bestoken je natuurlijk ook met reclame in je mail. En alles wat je niet ziet, daar kom je ook niet door in de verleiding. Dus dat is natuurlijk de hoofdtip. Maar goed, dus die video komt er nog aan. Ik denk ergens ook eind november, want volgens mij even uit mijn hoofd is het, dacht ik, dit jaar 25 november is dat een vrijdag. Dat is dan in ieder geval de laatste vrijdag van november is altijd Black Friday. Dus dan ergens daarvoor, dat zal een beetje in de buurt zijn, vlak daarvoor. Dan zal ik met zo'n tipvideo komen. En natuurlijk in december dan weer de shoplog van november. Ja, dat zal een lange shoplog worden, denk ik. Of in ieder geval een goed gevulde shoplog, denk ik. Maar dat gaan we weer meemaken. Dankjewel voor het kijken weer in elk geval. Ik zie je graag de volgende keer weer. Soms 2 video's in de week, soms 1 video in de week. Sowieso 1 video, namelijk op donderdag. En als ik er 2 doe, dan ook eentje op maandag. Maar dat is niet elke week het geval. Dus, maar goed, hou gewoon in de gaten. Als je je nou abonneert op mijn kanaal en ook op de bel klikt, dan komt het automatisch omhoog in jouw tijdlijn als ik een nieuwe gezellige make-up video heb geplaatst. Dus bedankt voor het kijken alvast weer. Vergeet ook niet te liken en dan zie ik je graag de volgende keer weer. Doei!